Welkom terug bij een nieuwe video van de reeks Hoe helpt digitalisering de energietransitie? Vandaag ben ik bij Semtech, een partij die ons helpt bij de energietransitie door met systems engineering voor te zorgen dat wij die complexe projecten op een efficiënte manier kunnen uitvoeren. Ik spreek daarbij Sebastiaan Hoeboer, een consultant bij Semtech die ons wat gaat vertellen over wat dat nou precies is, dat systems engineering. Kun je ons in het kort uitleggen wat systems engineering is? Jazeker, in de energietransitie werken we toe naar de oplevering van allerlei verschillende complexe projecten. Denk bijvoorbeeld aan een hoogspanningstransformator. Allerlei componenten van die hoogspanningstransformator moeten samenwerken naar één gemeenschappelijk doel. Systems engineering is een methodiek om van een projectdoel te komen tot een uitwerking voor zo'n complex systeem. Om grip te hebben op die complexiteit moet er worden samengewerkt tussen mensen en activiteiten om dat doel, die hoogspanningstransformator, te realiseren. Er wordt ook wel gesproken over model-based systems engineering. Wat is dat precies? Bij model-based system engineering hebben we het meer over de communicatie over het systeem en de onderliggende detailniveaus. Als we dan weer kijken naar die hoogspanningstransformator die we aan het ontwikkelen zijn, dan bestaat die uit allerlei verschillende kleine stukjes. Denk bijvoorbeeld aan mensen, activiteiten, ook handelingen die je moet verrichten. Dat wordt weergegeven in zo'n model. Nou, je kunt dan denken aan klanteisen, activiteiten, maar bijvoorbeeld ook aan ontwerpbeslissingen die genomen zijn. Het werken volgens model-based system engineering zorgt ervoor dat je een weergave hebt van informatie uit de werkelijkheid. Oké, hoe helpt deze manier van werken het versnellen van de energietransitie? Met het hoge tempo van de energietransitie is er het gevaar dat je middelen onnodig of onjuist inzet of dat je niet het juiste doet. Model-based system engineering, of MBSE, helpt om dat te voorkomen. Als we dan weer kijken naar die hoogspanningstransformator, dan zorg je ervoor dat er in verschillende applicaties met dat model met de juiste informatie gewerkt kan worden. Zo kunnen specialisten direct aan de slag. Dat klinkt veelbelovend, dat werken met model-based systems engineering. Een erg interessant onderwerp om in de volgende video nog wat meer over te gaan vertellen. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op LinkedIn.